Goedemiddag. Welkom bij de dokter. Mijn zoon vertoont spermatisch gedrag. Spermatisch gedrag? Wat moet ik me eigenlijk maar voorstellen? Nou, hij is een paar weken geleden de puberteit ingegaan en hij heeft steeds de deur op slot. Ja, maar waarom bent u dan bij mij, meneer, bij mij, de dokter? Ik bedoel, waarom bent u bij mij? Nou, ik denk misschien kan u hem helpen. Nou, ik hoop niet dat uw zoon hulp nodig heeft in de slaapkamer. Hoe bedoelt u? Nou ja, ik bedoel, dat is puberteit. Valt toch niet te voorkomen, weet u niet? Ik bedoel, je moet er maar gewoon in meegaan. Dat is de jeugd van tegenwoordig. Ik bedoel, hoe oud is hij? Hij is 15. Nou, ik bedoel, dat is een prima leeftijd. Ik bedoel, heeft hij porn-up? Wat? Heeft hij porn-up, vraag ik u. Wat is dat? Dat is een site voor volwassenen. Ja, maar mijn zoon is niet volwassen. Ja, maar denkt u nou echt, hè, als hij online komt en als je die lekker wijf, weet u niet? En dan is een vraag van, bent u 18? Ja, natuurlijk klinkt hij op ja. Er is toch niemand die dat checkt? Ja, maar wat kan ik daartegen doen? Ja, niks. Heeft hij de sleutel nog? Nee, die heeft hij. Dan heeft hij mooi pech, meneer. Ik kan er niks aan doen. Misschien heb ik wel wat kalmerende medicijnen voor u. Weet u wel, kan u het een beetje medicinaal, de trauma en de posttraumatische stressperiode overbruggen, weet u wel, van het feit dat u zo de puberteit in is gegaan. Maar, weet je wel, ik kan moeilijk die sleutel van uw zoon afpakken. Ik kan moeilijk zijn kamer binnenstormen, want dan word ik opgepakt. Ik bedoel, ja, je weet tegenwoordig nooit meer. Dus ja, je moet het gewoon laten varen. Moet ik het laten varen? Nou ja, dan komt het wel op neer, meneer. Ik wens u een hele fijne dag.